It's number one. Let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. Hey, leuk dat je kijkt. En hier is ons speelterrein vandaag, dames en heren. Wat gaan we hier doen? Lachen met knalvuurwerk. Dachten jullie daarvan? We gaan al die auto's opblazen. Ik heb er zin aan. Oh, een beetje rustig aan. Zak ons die ramen, jongen. Wat zeg je? Wat deed hij dat goed, hè, dames en heren? Tada. Omdat mannen nooit volwassen worden. Dames en heren, ons speelgoed voor vandaag. Wat hebben we bij ons? Echte handgranaten. Levensgevaarlijk. Supervlinders. Nitraatbommen. Lawinepijlen. Dele Verana, het zwaarste wat we hebben. Oh, pas op, dadelijk gaat hij af. Ook niet te veel meer schudden. En natuurlijk de beruchte Cobra 6. We kennen allemaal de aflevering van politie. Daar bliezen ze zo'n soort auto, die witte auto die ze klaargezet is. Bliezen ze op met allemaal vuur en weet ik van wat. En toen zeiden ze al, met één zo'n nitraatbom kun je een hele auto alle ramen erop blazen, uitblazen, weet ik wat allemaal. Dus we gaan het gewoon even uittesten, jongens. Gooi, gooi. Dan gooi je hem daarin, daar vooraan. Ja? Ja, ja, wacht even, want ik moet wel op volwassen staan. Gelukkig zijn er meer vrouwen dan kerken. Ja, ga je gang. Wat op jij, ja? Ik raak je vloer van je. Ja, deur dicht! Ja, ja, doe de deur dicht! Ja, dat is wel gek. Ja, echt. Nou, de hele auto kapot. Ja, op zich. Dat is de schade. Maar dat is niet de hele auto. Ja, jongens. Is dat het? Are you okay? Are you okay? Are you okay, Ellie? Small criminal. Eindelijk. Barst in de raam. Nog een keer. Die ramen moeten eruit, dus we hebben een supernitraat. Kijk of het daarmee werkt. Nou. Dames en heren. Dit is zo verschrikkelijk. Je blaast niet eens de ramen ermee uit. Nog een stukje zwaarder. Kijk of dit werkt. Ja? Ready? Ja hoor. Ah jongens, dit valt me echt tegen. We zijn pas één auto, hè. Dat is er staat daar een hele rij auto's. Moet je zien, moet je daar filmen. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6 auto's staan er al klaar voor. Het is ongelooflijk. Dan gaan we weer een stapje verder. Een superblinder. En dan is die auto is natuurlijk al een beetje uit elkaar gedrukt door die knal, hè, van die nitraat. Hè, maar gewoon weer in de kofferbak hier. Maar ik kan zeggen wat je wilt, is wel thuis een degelijkheid deze auto. Daar zijn we allemaal weer klaar voor. Ga ik wel rennen, voor de zekerheid. Hey, eindelijk! Nou, het heeft eventjes geduurd, dames en heren, maar alleen het voorraam ligt eruit. Hey koetje, nou, wat zagen we dan? Lekker hoor. Nee, het valt me behoorlijk tegen, eerlijk gezegd. Het is ongelooflijk. Moet je opletten, maar dit is een stuk ijzer, hè? In één keer. Dat zie ik! Waar heb je leren gooien? Moet je opletten, hè? Stuk ijzer in één keer. Jee. Levensgevaarlijk dat ijzer, verbieden. Je slaapt er zo'n hele auto mee. Want kijk maar, bij die superblinden zit het daar nog in elkaar, hè? In duizenden stukken. Dus zo'n stukje ijzer is veel gevaarlijker als je dat tegen je kop aan krijgt dan een superblindertje. Laten we daar gewoon even duidelijk over zijn, mensen. We gaan door. Ze zeiden ze heel terecht hier, je vervoert meestal niet één nitraatbom. Maar dat was eigenlijk de insteek van de video ook niet. De video was eigenlijk dat de politie zei dat je met één nitraatbom een huis kon opblazen, een auto, weet ik van wat, dat niet waar is. Dat hebben we dus bij deze bewezen.
Maar ja, dat je meerdere in de auto hebt liggen, dat is natuurlijk wel meer voorkomend. Tegen het principe zin, want eigenlijk hebben de politie al onkracht, gaan we toch meerdere nitraten tegelijk afsteken hier in de auto. Dus we hebben er een paar bij ons. Doen we wat kruid overheen, zo. En dan ga ik dat aansteken en dan gaan we rennen. Blitzautootje trouwens, hè? Politiewagentje. Ja, zijn we allemaal klaar? Lekker. Woehoe! Fire, Freud! Geen één raam. Dan zeggen ze, het is massa-explosief. Dat wil dus zeggen dat ze allemaal in één keer de lucht in moeten gaan. Dat zou dan heel erg gevaarlijk moeten zijn. Maar ze knallen allemaal per stuk. En de ramen zitten er gewoon nog in. Het verbaast me echt, dames en heren. Verbaast me echt. Lekker. Maar ik rook niet. Dan moet je nagaan dat daar dus een hele vlam geweest is. De kleding is keurig droog, maar de auto vliegt niet eens de brand in door dat vuurwerk. En waarom is dat niet? Omdat de druk van die knallen het vuur weer dooft. Eigenlijk kun je beter je auto met nitraatbommen laden, dan dat je zeg maar gewoon een sigaret laat vallen. Een sigaret is veel gevaarlijker. Moet je trouwens een verschil van geluid horen als je het in de auto afsteekt of voor de auto. Dat scheelt echt. Of onder de auto. Kijken of we dat gaan redden. Maar bij de auto. Even geduld hebben. Knalletje komt zo, knalletje komt zo, knalletje komt zo, knalletje komt zo. Eventjes geduld, het knalletje komt zo. Of niet? Jawel, blijft roken. Hij blijft roken. Raad ie. Ik had hem niet. Ja, hè? Bam, jongen. Dat is met de deuren open, met de deuren dicht. Vuurwerk is bedoeld om een harde knal te produceren en niet om dingen op te blazen. En dan merk je wel, het sloopt niks, alleen een harde knal. Misschien blazen we hem zo op. Maar koetje zou koetje niet zijn als hij echt de handgranaat heeft geregeld. Kijk eens. Serieus waar dit verhaal? Moeten jullie niet lachen. De politie had dit laatst in beslag genomen. Die heeft ze opgestuurd naar de EOD. Omdat ze niet konden constateren of dit echte granaten waren of nepgranaten. Dan moesten ze onderzoeken bij het EOD. Dan ging een studie naar. Serieus waar dit verhaal? Ja, er staan hier een paar mensen die staan hartstikke hard te lachen. Nou, we lachen jullie kapot. Maar we gaan eentje in de auto gooien. Want dat willen we wel voor jullie uitproberen hoor. Gewoon laten zien wat het is. Valt best mee. Eigenlijk is dit gewoon de K02012, oftewel die strijkers die je normaal hebt. Alleen ze hebben hier een lompvorm van gedaan, want dit wordt serieus verkocht in Polen als speelgoed voor kinderen. Die kunnen hier oorlogje mee spelen. In ons land is het dus niet te onderscheiden door echte handgranaten en levensgevaarlijk. En ja, zwaar illegaal uiteraard. Maar we gaan er eentje in gooien. Nou, is het dat? De zonde eigenlijk, hè? De volgende wordt weer een stapje zwaarder. Ha! Hang! Ach, wat een zink. 902 lawinepijl. Kunnen we even lezen wat er allemaal op staat, hoor. Raketten klasse 4, 70 meter hoogte, 120 decibel op afstand van 100 meter. Staat even niet hoeveel grammetjes erin zitten. Herstellen zink. Even kijken. 2015. Daar staat er niet op een. Ja, gewoon in ieder geval een stuk zwaar in elk geval dan die nitraat en alles klopt in de raam. Okay. Daar gaat hij weer! Daar gaat hij weer! Ik ga weer dat hij eraan uitvliegt. Opletten! Chapo. Lekker hoor. Daar wil je niet bij een auto zitten als die afgaat. We hebben eindelijk eens wat gevonden hoor. Lawinepijltjes.
Maar nog steeds één raampje erin. De deur hangt er ook nog steeds in. Dus de deur en alles zitten erin. Flesje bier zit er nog in. Bingo. Zelfs een flesje bier, levensgevaarlijk. Je zou het tegen je hoofd aankrijgen, dan ben je hartstikke dood. Verbieden dat bier. Oh, nou zijn ik natuurlijk hele rare dingen, mannen. Maar ja, je ziet het, joh. Valt er mee. Kijk, raampje is open. Trouwens, dat bierflesje, zie je dat? Die is kapot. Dus door lawinepeil gaat hij niet kapot. Maar door een raampje wel. Het is echt. Maar ik denk dat deze auto afgeschreven is voor de volgende knal. Daar heb ik dan wel vertrouwen. Trouwens, het raam zit er ook nog in. Niet parkeren in verband met vrachtwagens. De volgende auto. We gaan weer wat zwaarders doen. Dit keer ga ik een Mansum weer doen. CC Frog. Yeah. Hastige zwaarderen, zei je? Ja. Dat is waar, ze zijn een lawinepeil, maar een sterk autootje misschien. En dan ging ik tegen deze deur gaan. Ik heb een papier in het hoekje gegooid hier. Kijk. Een zware roker deze man hier in die auto. Nou ja. Dat gloeit wel een beetje, maar dat komt door het ding. Moeten we er even uit laten, anders gaat hij nog de brand in. Ah ja, nee, jammer. Dat was hem. Ja, dan gaan we iets anders erin gooien. Ah ja, daar staan we aan. Nou, valt ook mee. Eindelijk, na al die rotjes, hè, hebben we iets serieus. Waarvan de politie dus zegt dat je een totale auto mee opblaast. Een Cobra 6, ja ook al. Vroeger had je de doodskopstrijker, in de jaren 90. Toen zei de politie, je blaast een auto mee op. Toen kregen de gigablinders. Toen zei de politie, je blaast een auto mee op. De gigablinders zijn twee keer zo zwaar. Toen kregen de Cobra 6. Die was twee keer zo zwaar als een vlieg. Die gigablinder. Wat zei de politie, dan blaas je auto's mee op. Toen kwam er de Cobra 8, die weer drie keer zo zwaar als die Cobra 6. En wat zegt de politie? Juist, daar blaas je auto's mee op. Dus nou goed, we gaan even kijken wat dit doet. Ik verwacht hier wel dat alle ramen eruit gaan. Dat hebben we net met die lawinepeil ook al gezien. Dit moet wel schade geven. Je wil hier niet naast zitten als die afgaat in de auto, maar vuurwerk gaat niet vanzelf af. Als je ermee gaat schudden, je gooit het op de grond, het gaat niet af. Vuurwerk gaat alleen af door open vuur. Zelfs als je hem op de kachel leggen, gaat het niet af. Tenzij het gaat gloeien, dat is iets anders. Maar gloeien is ook open vuur. We kunnen nog heel lang over dit lieve schatje praten, maar we gaan hem er gewoon eens even instoppen. Eerste reactie valt tegen. Achterraampje zit er gewoon nog in. En als we terugkomen op die aflevering van politie, ik zie geen vuur. De auto is niet doormidden gebroken. Het is een klein autootje. Het is de kracht van die Cobra. Moet meer kunnen uitzetten dan in een grote auto. Dus daar zou meer uit elkaar moeten liggen, maar helemaal niks, dames en heren. Ja, voorraam is er dan wel uit. Je moet nog een dashboardkastje kopen. Top kwaliteit. En ja, die valt echt tegen. Moet je zien, joh, stuur hangt er zelfs nog in. Moet je zien. Maar ja, daarom had het koetje nog één tankje zwaarder meegenomen. Kijk wat dat doet. Kijk jongens, het heftigste. We zetten hem hier neer. Gewoon naast de pook. Steken we hem daar af. Dat hebben ze toen bij politie ook gedaan. Dus sloeg de wagen dwars door midden. Ik ben benieuwd of het ons ook gaat lukken. Ik ben bang van niet. Ik ga even op afstand staan, want mijn naam gaat hem afsteken.
Ah, die is best netjes, dat is leuk. Die begint ergens op te lijken. Dat is bitter kwaliteit. Oh ja, dit is leuk. Ja, dat is leuk. Spectaculair ook met dat glas erbij, dames en heren. Kofferbakje open, maar hij ligt niet door midden. Zoals ze gezegd hadden, deur is ontzet. Gaat ook niet meer open. Nee, gaat niet meer open. Je kunt er niet meer mee rijden, ben ik bang. Heel mooi. Moet je kijken waar de potje gestaan heb. Eigenlijk gewoon nog intact en naast de pook hebben we gezet. Die stoelen, niks aan het handje, alleen die ramen blazen eruit. Ik denk als je daarnaast zit, dat je nog wel overleeft ook. Dan zou ik er niet voor tekenen om naast te zitten, maar dat is iets anders. Zo, dat was het, dames en heren. En ja, eigenlijk wat ik al die jaren roep, het is helemaal niet zo gevaarlijk. Valt allemaal wel mee, tenminste niet wat de politie zegt. Dat er huizen opgeblazen kunnen worden, bruggen, auto's, dat soort zaken. Goed, de ramen vliegen eruit, dat is het. Bij die laatste, oké, daar waren de deuren wat ontzet. Maar het is niet zo spectaculair zoals in een programma waar de politie mee werkte. Dat er brand ontstond en de auto door midden lag en dat soort onzin. Dat bestaat niet met dit soort vuurwerk. We zijn niet extremer geweest dan 50 gram. Die delen van Rana bezit 50 gram kruid. Maar ja, de meeste mensen hebben dat soort vuurwerk eigenlijk ook helemaal niet. Het wordt volgend jaar trouwens ook verboden in Polen, dat soort vuurwerk. We krijgen Europese regels. Categorie 3 vuurwerk is tot 10 gram. Dus dat betekent dat die Cobra 6 verboden wordt. Die delen van Rana wordt verboden. En dat betreft dan ook in Polen. Dus dat wordt sowieso een beetje eindoefening allemaal met het hele zware knalspul. Je zou het weer zelf ouderwets moeten gaan maken, zoals in de jaren 90. Maar ik kan u zeggen, er gaan heel veel ongelukken mee gebeuren. Hoe meer vuurwerk je gaat verbieden, hoe meer ongelukken er gaan gebeuren. Dat is gewoon helaas een feit. Kijk, natuurlijk, je hoeft er niet bij in de auto te zitten. Het is niet grappig als het explodeert achter je. En je bent aan het rijden en in één keer vliegt de voorraam eruit. Dat is niet grappig. Maar ja, het is niet zo sterk als de politie wil beweren. Ik zou zeggen, jongens, tot volgende week. En dan gaan we weer één tandje zwaarder. Dan gaan we namelijk shells in huizen gooien. Tot volgende week.